Delfshaven, Delfshaven, ik ken elke steen. Een prent van je kolkje herken ik meteen. Delfshaven, Delfshaven, zo klein en sereen. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. Welkom bij Delfshaven TV. Ferdy, onze speciaal cultureel verslaggever, gaat op bezoek bij Carolina Zenaboes, muzikante. Part 1. Hallo, ik ben Erik Eerwaarde en vandaag gaan we naar kunstenaars op zoek. Dus volg mij. Wel even de schoenen uitdoen. Ja, heel mooi. Heel mooi. Carolina Zenaboes. Hey. Dankjewel dat we... precies net in het goede moment naar binnen gekomen. Ja, zo zijn wij van Delfshaven TV. Oké. Alles goed? Hallo. Hoi, ik ben Erik. En wat doe jij? Nou, ik zing voornamelijk, speel gitaar en speel ook piano. En ik schrijf ook liedjes zelf. En ik geef ook les aan kinderen, pubers en ook aan volwassenen. Nou, daar zitten we dan op de bank in het licht van Carolina Zenaboes. Met koekjes erbij op tafel. Je spreekt het goed uit, Zenaboes. Ja, want dat is Duits, hè? Ja, dat is een Duitse naam. Duitse naam. En, ik ben half Pools. Mijn moeder was Pools. Spreek je ook Pools dan? Troche, een beetje. Oké, okay. Hoe zeg je hallo in het Pools? Cześć. Cześć. Cześć, ja. Cześć. Les 1 van Pools, hier bij Delfshaven TV. Heb je wel eens nagedacht over misschien een performance die je doet met Poolse zang om een piano, terwijl je dan op de piano danst? Poolse zang, ja. Dan zoek ik naar een lied. En daarbij dansen, ja. Maar op de piano misschien niet. Nou, we gaan even kijken naar de vragen die ook naar ons toe zijn gestuurd van onze vaste kijkers. En een van die vragen was... Hoe... Misschien komt mijn kat zo meteen op. Oh, wat? Maar... Je hebt een kat. Ja. Ben jij bang? Nee. Okay. Hoe zou jij... wat is belangrijk in jouw leven? In mijn leven is belangrijk dat ik mezelf kan zijn, vrij kan zijn, om die dingen te doen die ik heel graag wil doen. Zoals spelen, zingen, mezelf uitdrukken in verschillende vormen, ook in dans. En daarmee elke dag bezig te zijn, dus ook oefenen, alles wat erbij hoort. En want de kijkers willen dan ook graag weten van wie is Carolina? Hoe kunnen we daar meer informatie over vinden? Treed jij binnenkort ergens op of heb jij een website? Nou, er komt binnen nu een maand wel een website. En mijn band heet Jungle Hour. Jungle Hour. En op YouTube kan je al filmpjes van optredens zien. Oké. Maar je had het ook over een koor. Kan je daar iets over vertellen? Ja, daar ben ik net begonnen met dirigeren. Dat het koor heet Uit Volle Borst.
En dat is een koor met mensen die kanker hebben gehad. Of familieleden hebben gehad die kanker hebben. Dus familieleden hebben die kanker hebben of daaraan zijn overleden. En ik vind dat fijn om met die mensen in contact te zijn en hun te dirigeren. Omdat mijn moeder natuurlijk aan kanker is overleden. Dus dat is een heel mooie manier. Ik weet niet. Het is gewoon heel bijzonder. Oh, dus, ja. Ah, kijk eens. We krijgen bezoek. Hey. Het is trouwens mooi daar op de piano. Wat is dat? Ja, dat is een foto van mijn moeder toen ze ongeveer 32 was. En zij is 2003 overleden. En dus ja, zij spoort me altijd aan om dat te doen wat ik echt wil. En niet halve stappen te maken, maar gewoon er echt voor te kiezen. En dan nu Rob, de wijkconciërge vanuit Oud-Mathenesse. Je spreekt met Rob Kok, wijkconciërge Oud-Mathenesse Wittedorp. Wijkconciërge, daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Ja, wijkconciërge is vrij nieuw. Wijkconciërge zoals ik die mag zijn. Is in Oud-Mathenesse gestart in 2010 tot 2011. Dat was de pilot. En in die tijd heb ik een beetje geprobeerd samen met de wijkpartners, zoals gemeente, zoals Roodep en Stadstoezicht. Hoe gaan we dat doen? Nou, uiteindelijk is die pilot gevolgd door mensen van de Erasmus Universiteit. Daar zijn wat cijfertjes aan gehangen en kortom, die pilot van toen is geslaagd. Nu is de wethouder aan het bekijken in welke delen van Rotterdam nog meer wijkconciërges kunnen komen. Inmiddels is er een wijkconciërge bijgekomen op Koolhaveneiland, André in de Ronde. En er zijn twee wijkconciërges bijgekomen op Karnisse, op Rotterdam-Zuid. Wat doet een wijkconciërge? Ja, in feite doet een wijkconciërge van alles. Maar heel kort komt het erop neer dat hij of zij de gastheer is voor de gemeente Rotterdam en alle wijkpartners. En die wijkconciërge die verbindt partijen en mensen met elkaar. Dat is het belangrijkste wat een wijkconciërge doet. Daarbij doet hij nog veel meer. Maar het belangrijkste is gastheer en verbinden. Guess it's true, I'm not good at all understand. But I still need love, cause I'm just a man. Je hoeft hem alleen maar te bellen en hij staat al klaar voor je. Mocht er wat kapot zijn bij jou, dan regelt hij dat wel. Organiseren in de buurt, daar is hij ook heel goed in. Daar heeft hij ook af en toe wel mijn hulp nodig. Want als ik er zelf niet ben, dan kan meneer zelf niks. Die komt oorspronkelijk uit Bulgarije. We hebben veel Bulgaarse en Poolse mensen in deze wijk. En ja, die komt altijd naar me toe. Er komen er nog wel meer hoor. Maar hij komt altijd naar me toe. En dan komt hij me even begroeten. En nou, leuk is het. Als hij wat heeft. Of hij heeft een probleem. Of met school of wat dan ook. Proberen we te helpen. Misschien vindt hij me aardig. Ik denk het. En die komt er geregeld naar me toe. U kent Rob. Ik ken Rob al jaren. En wat betekent hij voor de wijk? Voor de mensen, voor de wijk heel veel. Wij willen hem niet missen. Dus als iedereen staat hij klaar. Hij is altijd vriendelijk. Ook al heeft hij wel zijn boze bui, maar dan laat hij niet gaan werken. En wat doet hij dan allemaal voor dingen? Nou, lampjes ophangen, de deuren slot spuiten en nakijken en ja, eigenlijk een beetje van alles nog wat ook mensen te woord staan. Dat doet hij ook allemaal. Dus hij is echt onmisbaar.
Wij bezoeken de open dag bij Post West aan het Tiedemanplein. Ik ben José van Delfshaven TV. Ik sta hier met een bezoeker van de open dag van Post West. Wat is uw naam? Ik ben Werner Arjit Singh. En ik ben voorzitter van een stichting die al bijna 40 jaar die activiteiten doet. Een jongerenorganisatie is het. En we doen van alles sport en spel en sociaal cultureel werk, kan je zeggen. Oké, u overvalt me wel een beetje. Ik dacht dat u gewoon een bezoeker was. Ik ben ook bezoeker en we gaan ook dadelijk een workshop geven voor yoga die bij onze stichting wordt gegeven. Maar ik ben dus eigenlijk ook een gast hier, een bezoeker vandaag, speciaal. Maar natuurlijk, oké. Okay. Hoe beleeft u de dag? Op zich is het, had ik er iets drukker verwacht, maar misschien komt het door het weer. Maar het is leuk, zodra je muziek hoort, zeker van Cabo Verde, dan word je gelijk blij van. En we krijgen dadelijk nog dansoptredens en nog wat activiteiten. Dus ik heb altijd een goed gevoel erbij. Het is een buurtcentrum van de buurt. Mensen komen en gaan en je praat mensen en kijkt wat er weer hier nou te koop is en nieuwe activiteiten. Delfshaven TV, José Bronzen. Met wie hebben wij hier te maken? Met Victoria Wattis van Vrijwilligerswerk Rotterdam. Oké, okay, interessant. U staat hier met een stand. Is er veel animo? Het is nog niet zo druk, maar we verwachten wel veel mensen. Want er is een hoop te doen. Veel leuke dingen en veel leuke mensen. Dank u wel. Dat is me ook opgevallen. Ik heb zo net een Capverdiaanse dans gezien. Ik ben Capverdiaan. Wat biedt u de bezoekers aan? Wij bieden de vacatures die op onze site staan. Die staan zowel digitaal als gewoon de papieren versie hebben wij. Want de mensen vinden het toch wel fijn om af en toe gewoon te bladeren. Ik ook. Ik ook, moet ik zeggen. En ik vind digitaal ook heel erg fijn, want ze kunnen echt specifiek op gebied zoeken. Dus Delfshaven en dan op de doelgroep. En dan kunnen mensen kijken van, nou, wat vind ik leuk met dieren, met verstandelijk gehandicapten, maar ook bijvoorbeeld een gastvrouw. Hier in Post West worden ook nog gastvrouwen gezocht voor de weekenden en voor de avonden. Dus als mensen zich geroepen voelen, meld je aan. Er is een geveltuin verwoest aan de Havenstraat. Terwijl de gemeente via folders geveltuintjes promoot, kwam ik na een dag hard werken thuis en blijkt heel mijn geveltuintje leeggeroofd te zijn. Wat was ik boos. Dus ik belde de gemeente en die ontkende alles. Ik belde de woonbron, die zei, nee hoor, hebben wij niet gedaan. Ik belde de wijk schoonmaakdienst, nee hoor, zulke dingen doen we niet. Maar uiteindelijk bleek het de woonbron te zijn. Hartelijk dank voor het kijken naar Delfshaven TV. Graag tot de volgende keer. Delfshaven, ze bouwden een stad om je heen. 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 Delfshaven.